run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Ik ga dus op vakantie, hè? Op 11 maart of 10 maart ga ik op vakantie. Dat is echt al heel erg bijna. Het is nou een schrikkeldag. We hebben een gratis dag. Je moet de aflevering van 30 Rock kijken over Leap Day William. Je ligt echt in een deuk. Daar hebben ze voor die comedy-serie dus echt een feestdag bedacht. Die ze echt uitvoeren met ook een film in die serie met Jim Carrey. I say Leap Day! I'm connected with my son! And I saw the big case from earlier! Anyhow, we moeten echt superveel voorwerken. Dus omdat ik op vakantie ga. En kijk, dit is het lijstje. Dus we moeten een item maken. Hipster Hitman. En prijsvragen. Top 5 Clancy games voor de Division. We moeten nog Hans Otjes op de rolster. Moeten even inzingen. En we gaan binnenkort een opname maken van... Oh, wat gaan we ook weer weg? Een Xbox One? Oh. Transition Scramble. Oh, hi. Ja, nee, ik ben gewoon even mijn kopje koffie aan het drinken. Deze nieuwe, ja, toch wel zeer classy stijl die we hier hebben aangenomen op GNHQ. Dit is toch eigenlijk hoe we, ja, hoe we ons voelen, hoe we ons innerlijke zelf zijn. Zo hebben we het liefst onze koffie. Gewoon, je weet wel, gewoon een beetje classy. Zo zijn we. Neem je een kopje koffie mee? Zit trouwens helemaal niks in. Het is even voor het shot. Classy. Jezus, Lennart. Ja. Wat heb jij een mooie schoenen. Dankjewel. Waarom? We gaan bowlen. Ja, we krijgen... even heel kort uitleggen. Er is een PR-bureau en dat PR-bureau doet Warner Brothers. Ja. Maar dat doet bijvoorbeeld ook dit partycentrum, Silverstone, in Zwanenburg. Nou, we hebben het nu geplucht. Maar die zeiden van, hebben jullie zin om een bowlingclinic hier te krijgen? En dat hadden we wel. Ja. Ik ben niet zomaar iemand. Het is viervoudig bolster van het jaar. Echt? Ja, Lisanne... Die kan even niet op de achternaam komen. Wat een lange achternaam. Ja. Ja. En daar gaan we gezellig mee bowlen. Dus ja. Kan jij een beetje bowlen? Nul. Ik ook niet, dus dat wordt... Ik heb er ook geduld niet voor, ik word agressief, ik word boos. Dat zeg maar gewoon normaal jij, toch? Ja. Dus, we gaan wel zo. Gaan we wat leuks van maken. Yay. Nou, hier gaat het gebeuren. Ja, zeker. Het is disco bowlen, hè? Ja, tuurlijk. Want de toppers staan op. Nou, disco bowlen kan is disco niet. Bowlen. Maar Peter, even een vraag, hè? Kijk, daar zijn de toppers achter ons. Naar de verte. Even. Peter, ben jij goed met ballen? Hoe lang heb je hierover nagedacht? Echt heel lang. En ja. Wauw, echt ook. We zijn zo donker. Oh, ja, nee. Ja, nou, hele goede grap, Lennart. Bedankt voor je bijdrage. En ik ben heel goed met ballen. Dat wist wel. Kijk, ik ben zelf een bowler die altijd kiest voor het 12-je. De 12 is mijn ding. Ik ben meer een man van een moede 14-tje. Ah, dat is goed, de 14, de bal. Goed jaar. Waar Haragizi Madudu de Olympische gouden medaille pakte. Uit 1853. Ja, in 1853, toen Bonen voor het laatste Olympische sport was. Jezus, Lennart. Dit is iets. Ja, punt. Ga maar, ik ben echt al een uur aan het filmen. Dat is echt heel slecht om dat zo blij te doen. Dat zegt wel iets over jou. Hoe vaak nodig wordt geacht? Wat gaat op dit moment door je heen? Vol trek, het is 4:15. Misschien moet ik schuiven, niet gooien. Vol in de gooi. Ja. Lennart, Lisanne, let's go. Jij bent viervoudig bowlster van het jaar, toch? Nou, we gaan even kijken hoe Lennart het nu doet. Ja. Hij speelt daar de bal. Nou. Dat is niet goed, hè, Lisanne? Nou, de snelheid was heel goed. De arm was goed, alleen de richting moeten we nog eventjes bepalen. Ja, ik zie het niet zitten. Ja, ik zie het wel zitten. Deze hand hier. Deze hand hier. Dat is verloren zaak, hoor. Ja. Had jij nou gewoon je vingers verkeerd? Ja. Dat is echt heel slecht. Ja, je snelheid gaat wel met je hand. Hoe simpeler, hoe beter. Oké. Ik zei het net al tegen hem, hoor. Ik zei het net al, maar hij luistert gewoon niet. Nee, hij zag het. Het is van handen.
hierna komt iets vrij. Wees het zeker. Druk. Is het druk? Ja, maar nou jij. Ik heb hulp voor Lennart bij me. Lennart is niet zo heel goed, hè? Dus ik heb daar gewoon hulp voor hem. Dus zo ben ik. Ik help die jongen gewoon. Nou, Len. Je richt hem ook recht op de toren. Ga maar richten. Gaan we proberen. Hartstikke goed. Het komt oprecht. Inleggen. Ja. Nou, lukt je dat al? Het erin leggen? Doe dan. Is leuk. Nou, hartstikke goed. 3 pionnen. Dat is een record. Heb je nou goed opgelet hoe de hij het deed, Lennart? Ja, echt gênant. We worden gewoon uitgegooid door een jochie. Nou, de. Ik bedoel, ja, oké, okay, jij wordt eruit gegooid door je jochie, maar het is echt gênant. Ja, het is echt gênant. Ik ben achtergekomen, ik kan het met deze vingers, kan ik het slechter dan met deze vingers. En het gaat er gewoon niet van. Man, wat ben jij een klein kind. Ik schaam me echt om met jouw pad te zijn. Weet je dat? En dan moet je vanavond nog schieten. Dat is zo fout. Deze... Jee, maar wat stond ik net voor lul in de supermarkt? Ik hoop echt niet dat ze dat hebben onthouden. Dat ik er morgen langskom, dat ze dan denken, wie is die guy? Ik ga morgen fucking vet item mee met Daniel. En daarvoor heb ik hier gekocht. Biologische pastinaak. Ik heb gekocht, hoe heet het ook weer? Oh ja, quinoa. Quinoa met olijven tomaat. En ik heb gekocht, dat zit een beetje hieronder, sorry hoor. En het heet, dat is een boek, sowieso is het een boek, dus dat is wel vet. Maar het boek, dat boek heet Het plezier van een eigen moestuin. Nou, morgen gaan we dus met Daniel een item opnemen. En dat wordt echt heel erg grappig, denk ik. Tenminste, hoop ik. Tenminste, als ik het nu al zeg, dan kan het natuurlijk alleen maar tegenvallen. Maar ik hoop dat het heel vet wordt. Nou, we staan hier dus nu op de opnamelocatie, midden in Bunnik. Ik zeg niet waar, want anders komen we nu natuurlijk met honden tegelijk hierheen. We staan hier met eerste cameraman Lenny. Zeker. En onze acteur vandaag. Nou, je kan wel gokken wie hij embodied. Maar dit item komt nog niet voor de vlog online. Dus we zeggen nog niet veel. Maar het zijn echt hilarische opnames. Dani ziet er fantastisch uit. We hebben ook afgesproken dat hij heel dag niet lacht. Likken. Poepplas. Ik vind het leuk, Bernard. Poepplas. Ja, dat is goed, hoor. Mooi. Gel en zo. Goedemorgen. Het is, hoe laat? Oh, het is echt bijna 7 uur. Echt net wakker. En ik heb hier, tickets. Ik ga naar Parijs. Ik heb echt een kort nachtje gehad, maar ik ga naar Hitman. Ja, mijn jongens, arrivé et le Paris. We zijn in Parijs. Super tof, we zijn onderweg. We gaan met de taxi gaan we naar een plek. Gaan we Hitman lekker spelen. En ik heb eigenlijk wel zin in een grill hippopotamus. We zijn dus echt super dichtbij bij de Eiffeltoren, echt een super mooi paleis, kijk dan. Super fancy en zo. Maar, we zijn hier voor Hitman. Hier staat de Collector's Edition. Daar. Hier staat een levensgrote Hitman. Ik ga er gewoon naast staan. Ik weet niet of het mag, maar kijk dan. Badass. Super vet, kijk dan, echt. Live, als ik naast hem zou staan. Ik ben al een tikje lang hoor. Ik denk dat ik hem meekrijg, gewoon in de trein. Super tof. Het is inmiddels iets of 4. We hebben flink wat Hitman kunnen spelen. Niet alleen maar episode 1.
wat, dat mag ik helaas nog niet zeggen. Maar ja, we worden ze opgehaald, we gaan ze weer naar huis. Ja, zoals ik zei, flink wat kunnen spelen. Veelbelovend, de review komt binnenkort. De game komt natuurlijk al 11 maart uit, op vrijdag. Dus dan gaan we lekker review, gaan we lekker de missie spelen. En kijken hoeveel mogelijkheden er echt zijn in deze vernieuwde Hitman. En ik neem deze mee naar huis. Soms, hè, verhaal, heb ik een beetje droge, droge mond, ken je dat? Ja. Nou, dan doe je gewoon een belletje en dan... Pff, nieuwe monster, kijk ze. Ze staan buiten. Daan komt met de laatste ladingen binnen. Let op. Lennart heeft een stijlverandering doorgevoerd in zijn leven. Ja, ik heb een pet. Een hele coole cap. Ik weet alleen, laat even weten, moet ik hem zo dragen of... Het is wel zeg maar de gangster style. Beetje schuin moet hij dan toch? Als ik dan binnenkom en er is ineens een rap battle, dan is het... Ja, dan kun je gelijk inkomen. Hartstikke goed, vond je dit een leuke vlog? Geef ons even een like en een... Ja, en abonneer. En abonneer en deel en abonneer voor meer. En check hieronder even de laatste vlog, de vorige vlog. Ja, en kom naar Gamers.net als je niet op Gamers of als je op YouTube kijkt. Ja, kom even naar Gamers.net. Like, dat is gezellig, leuk. Awesome.